Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Ruud en vandaag ga ik proberen een voetbalstadion te maken. Dat is een heel goed idee. Het idee kwam in de vorige aflevering. Mocht jij nou een goed idee hebben voor de volgende aflevering, laat hem dan hieronder weten in de reacties. En misschien zou ik hem de volgende keer bouwen. Wij gaan dus gewoon gelijk aan de gang met ons voetbalstadion. We beginnen met het veld. Zou je hier nou het doel van maken dan? Drie. Geen idee of dit nog een beetje lijkt. Eerst gaan wij dus proberen het veld te maken. Ik weet niet hoe groot wij hem gaan maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zo hebben wij een half veld. Iets beter. We gaan even kijken of we dit kunnen kopiëren. Oké, daar hebben we ons veld staan. Dan gaan we eerst het net maken. Dat doen we met cobweb. Dat
je dus net. Dan gaan we dat ook aan de andere kant doen. Hier heb je van die tribunetjes waar je in kan zitten. Dan moeten we dat iets laten maken, ja. En ik denk dat wij nou dan aan de tribune beginnen. Stone. Daar gaan we stone voor gebruiken. Puntje verder. Dan gaan we nu beginnen aan de tribune. Sterren. We maken deze eentje lager. Oké.
dan gaan we beginnen met de tribune. Red Clay moet ik eventjes opzoeken. Dit is ons klein beginnetje. Oké, dan gaan we hier proberen een trapje in te zetten. En dan doen we dat hier ook. Misschien kan ik deze ook wel kopiëren zo. Tuk. Tuk. Paste. Hoppa. Okay, nu kopieer ik gewoon het hele stuk. Dan doe ik copy. Hier paste. Ja, dat wordt wel mooi. Oké, doen we het hier nog een keer. Paste. Copy, wij verder met deze kant gaan dan.
komt hier de trap. Copy. En doen we hier paste. Zo moet hij. Vullen we dit op. Kijk, we hebben al een deel van ons stadion. Oké, allemaal. Ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Mocht je nog een leuk idee hebben voor deel 2, laat dan hieronder weten in de reacties. En misschien zou ik het de volgende keer erin bouwen. Misschien welke club zou dit kunnen worden? Ik heb al een beetje veel rood gebruikt, dus het zou wel iets met rood te maken kunnen hebben. Maar dan zeg ik tot volgende keer, tot volgende video.